SOS Telefonische Hulpdienst lanceerde vandaag in Groningen haar nieuwe landelijke campagne. En niemand minder dan fotograaf Anton Corbijn was gestrikt voor de foto's. Onder het motto Helpende Handen fotografeerde hij onder meer de handen van sterren als Bono, Nick Cave en Elton John. De wereldberoemde fotograaf Anton Corbijn heeft iets met Groningen. Hij begon er zijn loopbaan als fotograaf, woonde er en kreeg een expositie in het Groningen Museum. Corbijn woont en werkt tegenwoordig in Londen, maar was vandaag weer even terug in Groningen. Hij maakte een reeks bijzondere foto's van handen, beroemde handen. Vandaag werden ze gepresenteerd. De foto's symboliseren de helpende handen van de SOS Telefonische Hulpdienst. Directeur Teun de Vries van de afdeling Noord wist Corbijn hiervoor te strikken. Hij heeft het thema bedacht. Hij heeft de vrienden geïnteresseerd gevraagd, dus zijn vrienden, om die foto's te maken van hun hand. En heeft ervoor gezorgd dat de postkantoren 200.000 sets gratis gaan verspreiden in Nederland. En wat dacht u toen u hoorde van, ach, ik ga mijn vrienden even fotograferen, Nick Cave en die nog even en die er nog even bij? Dat is iets waar je kippenvel van krijgt. Dat is heel bijzonder om te merken dat zulke mensen uiteindelijk zich gaan inzetten voor de telefonische hulpdiensten. Ik dacht gelijk aan handen, aan helpende handen. En voor de meeste mensen is het geen probleem om handen gefotografeerd te hebben. En bovendien is het iets wat ontzettend snel gaat. Ik heb alle foto's tussen 1 en 2 minuten hebben geduurd. En de meeste zijn vrienden van mij. Ik woon in Londen, dus vaak gebeurt het om de hoek. De foto's moeten de bereikbaarheid van de hulpdienst vergroten en het werk van de vele vrijwilligers onder de aandacht brengen. Wij weten uit onderzoek dat wij eigenlijk heel slecht bekend zijn qua naam. En wanneer mensen iets horen over SOS, denken ze aan de Wegenwacht, aan de AWB, terwijl wij dus echt zijn voor mensen die willen praten over iets wat in hun leven van belang is. Ik had een idee, weet je, omdat ik een idee had, heb ik het gedaan. Ik wilde niet bestaande foto's van mij als aanzichtkaart in rekjes zetten. Dat had voor hun ook geen zin volgens mij. Dus als actie was het niet goed, maar ook voor mijn foto's niet goed. Maar als je een idee hebt, is het leuk. Het is leuk om ergens naartoe te werken. En op die manier misschien een bijdrage kunnen leveren aan deze dienst. Dit is geweldig om na anderhalf jaar werk en dit te mogen meemaken. Ik ben echt wat dat betreft er onder roer van. Vanaf maandag zijn er in totaal 2 miljoen foto's gratis verkrijgbaar bij de grote postkantoren. Zolang de voorraad strekt.